De laatste 6 rondes heb ik op het achterbeen zonder patroon gedaan. En nu is het tijd om aan de heel flap te beginnen. Dus gewoonlijk zou ik de achterste naald eruit trekken en weer hier op het voorbeen verder gaan breien. Maar we gaan aan de heel beginnen en die beginnen we aan de verkeerde kant met de contrastkleur. Je laat de hoofdkleur gewoon zitten als de hielflap en de kleine hiel gebreid zijn en we gaan de steken opnemen voor de spie, dan komen we vanzelf weer op dit punt uit en dan gaan we verder met de hoofdkleur. In deze sok zit een eye of partridge hiel en dat betekent dat er een afwisselend slipstitch patroon komt, waardoor je hiel een mooi ruitpatroontje krijgt. En we gaan beginnen met toer 1 aan de verkeerde kant. En gewoonlijk zou je de toer aan de verkeerde kant beginnen met 3 recht. Maar in het kadertje bovenaan pagina 6 kun je zien dat je de eerste toer alle steken averecht breidt. Dan draai je je werk en ga je beginnen met toer 2 goede kant. Die toer begint met 3 averechte steken. En daarna begin je met het afwisselende patroon van 1 recht breien, 1 afhalen met het garen achter. En de laatste 3 steken brei je recht. Toer 3, verkeerde kant. 3 steken recht. Ik zal ook eventjes Engels breien. En na die 3 steken recht brei je de naald averecht uit. Toer 4, goede kant. We beginnen met 3 steken averecht. En in toer 2 zijn we begonnen met 1 recht en daarna 1 afhalen. Hier beginnen we met 1 afhalen en daarna 1 recht. Tot de laatste 3 steken van de toer. En de laatste 3 steken van de toer, die brei je weer recht. Nu heb je 4 toeren gedaan en deze 4 toeren herhaal je afhankelijk van de maat sok die je breidt 7, 8 of 9 keer in totaal. Als ik de hielflap klaar heb, dan kom ik bij jullie terug voor de kleine hiel. De hielflap is af. Kijk nou wat een mooi ruitjespatroon erop te zien is. En het is nu tijd om de kleine hiel te gaan breien. De kleine hiel geeft vorm aan de onderkant van de hielflap. Je gaat hem breien door steeds een klein stukje verder heen en weer te breien, waardoor er een soort kommetje ontstaat waar je hiel mooi in past. Dus we gaan eigenlijk hier het bochtje ombreien. De eerste toer van de kleine hiel is op de averechtse kant. 1 afhalen en daarna in mijn geval 17 steken averecht, want ik brei de grootste maat. 17. Dan plaats je een steekmarkeerder. 1 averecht. 2 averecht samen breien en nog 1 averecht. Nu keer je je werk om. Op de goede kant haal je 1 steek af, je breidt er 3 recht, 1, 2 en de marker die slip je gewoon over, 3, daarna een AAB afhalen
en samen door de achterste lus breien en één recht en je draait je werk om. Nu zou je aan weerskanten van dit kleine stukje hielflap evenveel steken moeten hebben. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 en 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Altijd even goed om dat op dit moment na te tellen, want mocht je niet je hielflap in het midden beginnen, omdat je bijvoorbeeld je vergist hebt in de maat of zo, dan kom je uiteindelijk niet goed uit en dan moet je dat hele stuk weer uithalen. 1 afhalen. 'Averecht breien. En dan kom ik hier bij het punt aan waar duidelijk een wat grotere ruimte is. Dat is de plek waar ik 2 averecht samen brei. En daarna nog 1 averecht. Eén afhalen. Hier is de grotere ruimte. Oh, ik heb mijn draad gespleten. Zo ga je steeds die steekjes verder wegwerken. En als ze allemaal opgebruikt zijn, is de kleine hiel klaar. En dan kom ik bij jullie terug. De kleine hiel is klaar. Alle steken zijn weggewerkt en het wordt tijd om weer in het rond te gaan breien. Hier hangt onze hoofdkleur. Dat betekent dat we deze steken gaan opnemen met de contrastkleur. Dat we die op dit punt kunnen afknippen en dan met de hoofdkleur weer verder gaan over de bovenvoet. En deze steken opnemen met de hoofdkleur. Dit is het begin van de ronde, de steekmarkeerder die hier midden in de hiel zit. Om de steken nu op te gaan nemen, neem je je andere breinaald en die laat je hier zo door de averechtse bobbeltjes aan de zijkant richting de hielflap naar boven gaan, waarbij je steeds die buitenste ribbeltjes opneemt. De steken staan nu klaar om er afgebreid te worden en je breidt totdat je weer op de plek aangekomen bent waar je hoofdkleur hangt. Ik heb nog 1 steek over. Hier hangt de hoofdkleur.
zet die ene steek even over op mijn rechternaaldpunt. En ik neem hier zo tussen de voorvoet en de hielflap neem ik één steek op. Ik zet de steek van de hielflap, de laatste, weer terug op de naald. En ik brei die steek die ik tussenin heb opgenomen samen met de laatste steek van de hielflap. Nu zijn we op het punt waar we weer verder kunnen met onze hoofdkleur. Dus de contrastkleur kan er vanaf. En vanaf dit punt ga je weer verder met je hoofdkleur. Ik trek mijn hele naald eventjes door, zodat ik met een lege naald hier kan beginnen. Zo, nu heb ik de steken van de voorvoet gebreid. En nu is het tijd om deze steken op te nemen. Dat doe ik met deze naald, zodat die zometeen klaar staat om de steken ervan af te breien. En ik laat mijn naald van boven naar beneden al die averechtse bobbeltjes oppakken om zo op het juiste punt aan te komen. De steken staan op de naald en ik neem één steek op tussen de voorvoet en de hielflap in. En die brei ik samen met de eerste steek van de hielflap. En nu brei ik naar de steekmarkeerde voor het midden van de ronde. Ik zeg het midden van de ronde, ik bedoel natuurlijk het midden van de U-flap, het begin van de ronde. Dit is het begin van de ronde. Nu is het tijd voor de spieminderingen. En je mindert om de toer een steek. Dus ik begin nu met een toer waarbij ik hier één steek minder en aan deze kant één steek minder. Dan kom ik weer bij het begin van de ronde en dan brei ik één hele ronde zonder dat ik minder. En dan ga je weer hier minderen en daar minderen en weer één ronde helemaal rondbreien. Het staat ook in het patroon, maar ik zal voor beide kanten even laten zien hoe je dat aanpakt met die minderingen. Je breidt je ronde totdat je drie steken voor de naald van de voorvoet bent. Ik heb hier nu drie steken over. Ik brei er twee samen. De laatste steek brei ik los. En dan is het tijd om de steken voor de voorvoet te breien. Op de voorvoet brei je natuurlijk weer gewoon in patroon, zoals je de hele tijd op het been ook gedaan hebt.
En voor de tweede helft van de ronde van de hielflap brei ik er één. Ik doe een afhalen en door de achterste lus samenbreien met de volgende steek. En ik brei weer door tot aan het begin van mijn ronde. Hier is de marker weer. Dat betekent dat de volgende ronde alleen maar gebreid gaat worden. En zo vervolg je de spieminderingen met het patroon op de voorvoet. En als je weer op de tweede naald van de hielkant, van de zoolkant, het juiste aantal steken over hebt, dan stop je met de spieminderingen.